Hallo allemaal, yeah, het is weer tijd om haar te verven. Wat ben ik van plan? Er is niet echt een plan. Voor deze keer heb ik niet echt een doel. Wat ik wel ga proberen is om mijn vorige haarverfster een beetje uit te krijgen. Wat ik de vorige keer had gedaan, vind ik heel gaaf. Maar ik vind het niet heel leuk hoe het is uitgevaagd. Want nu is het zo'n beetje roze. En je ziet een klein beetje van de regenboogjes die eronder zitten. Maar je ziet eigenlijk vooral de blauw. En dat vind ik minder. Die kleine regenboogjes vervagen meestal niet zo lekker. Dus ik denk dat ik ga proberen die weg te krijgen. Maar die band bovenop was wel heel cool. Ja, misschien ga ik daar weer voor vandaag. Ik ga in ieder geval mijn roots erbij werken. Dit is ook weer een flinke band geworden. En voor het verven weet ik het nog niet. Ja, misschien ga ik iets voor iets Halloweenigs. Misschien ook niet. I don't know. Ik ga als eerste kijken of ik wat verf uit mijn haar kan krijgen. Dus wat ik van tevoren heb gedaan is, ik heb een aantal vitamine C tabletten geprobeerd in een soort van drapje te krijgen. Ik heb namelijk geen vijzel in huis, want die was van mijn ouders. Dus nu moet ik creatief zijn. Maar ik heb nu een soort van vitamine C soepje hier. Soepje? Soepje. Ik ga een eigen mengseltje maken. Gebaseerd op mijn algemene internetkennis. Ik ga gewoon een beetje gokken. Ik heb baking soda die ik erin ga doen. Oh, het sizzelt. Horen jullie dat? En het is meteen foam. Misschien had ik de baking soda er als laatste bij moeten doen. Ja, dit kan in mijn haar. Vervolgens doe ik er shampoo in. Of de shampoo die ik rond heb liggen tenminste. Twee verschillende, want ze zijn allebei bijna leeg. Vandaag wordt experimenteel. Zilver shampoo, dus nu is dit paars. En daar doe ik dan developer in. Dit is volume 30. Yeah. Mogelijk werkt het voor geen reet. Doe ik gewoon een dipje. Let's go. Oh my god. Oké, zo doe je dat. Lekker inwerken. En mijn haar voelt warm aan. Ga ik per ongeluk mijn haar eraf branden? It is the question. Misschien moet ik dit boven de wasbak doen. Oké. Wat doe ik nu? Laat ik het zitten? Ik laat het wel zitten. Even alles gewoon zo. Juist. Ik ga even mijn handen wassen. Mijn handen voelen echt weird. Mijn mengseltje even aan de kant. En dan kan ik mijn tafel schoonmaken. En dit laat ik er dan een half uurtje in zitten of zo. Ik had het 25 minuten laten zitten en uitgespoeld. De roze is eruit. Zeker, de roze is eruit. En nu is het blauw? Groenig? Akko, het is sowieso een hele mengelmoes. Oké, ja, interessant. Ik ga het eventjes droogfeunen. Nou, dat heeft zeker wel iets gedaan. Maar hier kan ik wel wat mee. Kan ik weer zilver doen misschien? Ik denk dat ik eerst ga beginnen met mijn roots bijwerken. We pakken de bleek. Ik heb van tevoren allemaal stripjes gemaakt van aluminiumfolie. Zodat ik die makkelijk kan pakken wanneer ik begin. Dan kan ik mijn bleek gaan aanmaken. Ik gebruik de lightener die ik gratis heb gekregen van Attitude Holland. Deze heet Ghosted en hij is in volume 40. Die gaan we lekker aanmaken. Allereerst de bleekpoeder. Woehoe! Genoeg, genoeg, genoeg. En daar gaat dan de developer bij. En ik hoop dat ik genoeg heb. Oh, het gaat op mijn hand. Oké. En dat dan mixen. Oké, ja. Cremerig. Dat hebben we nodig. Nu ga ik beginnen aan de achterkant. Oh, waarom is het zo lastig? Als het scheef ook. Oké, volgens mij gaat het al beter. Ik pak er steeds een klein dun plukje. Ik laat telkens wel een klein stukje over, zodat ik niet helemaal tot aan de hoofdhuid bleek. Oké, tot zover ga ik naar achter. Daar doe ik eentje er nog bovenop. Sealed. Oh. Oh man, ik denk niet dat ik genoeg velletjes heb. En dan nu de linkerkant. Ik heb de andere kant ook weer gedaan. En dan gaan we het nu lekker lang laten zitten. En ik zit hier zo met mijn laatste kleine beetje bleek. En ik denk, zal ik mijn wenkbrauwen bleken? Gewoon de uiteindjes. Gewoon de staartjes. Gewoon voor funsies. Alleen de kleine uiteindjes. Mini brows. Ik weet nog in de tijd dat ik mini brows had. Dat ik dus gewoon de staartjes afscheerde. En dat was zo'n leuke look. Maar van het scheren kreeg ik allemaal puistjes bij mijn wenkbrauwen. En die deden echt super veel pijn. Als dit gewoon eventjes een leuke alternatieve manier is. Breng de mini brows terug. Dat was echt een vibe. Oké, nu ga ik een uurtje chillen. Oh. Oké, mijn wenkbrauwen hoeven niet zo lang, denk ik. Oeh. Exfoliërend. Ruim een uur is voorbij. Het is tijd om het eruit te spoelen. Oh my god. Als alles nou naar voren gaat. Shit.
mijn kies zijn licht. Best wel sick. Op naar de badkamer. Dit ga ik uitspoelen. Oké. Het is heel licht. En ik trek er een paar haren uit. Oepsie. Oei. Er vallen een paar haren uit. Het is oké. Ik ga mijn haar een beetje droog proberen te krijgen. In de hoop dat het wat minder fragiel wordt. Zodat ik ermee kan werken. Oeh. Ja, kan ik missen. Doei. Oh, ja. Ja, die kan ik ook missen. En die kan ik ook missen. Nog meer vrijwilligers. Ja, die kan ik ook missen. Zo, klaar? Oké, ik moet er snel even wat kleur in doen voordat het er allemaal uitvalt. Ik hoor de comments al. Ik voel ze al komen. Stop met je haar bleken. Het is slecht voor je haar. Oh, echt? Had ik nog niet door. De vorige keer dat het me is gelukt om van die strepen af te komen, had ik het gedaan door zeg maar tussen de strepen in te vullen. Heb ik nog haarmasker over? Oh jee. Hier zit amper nog wat in. Ik ga er een beetje water bij doen. Ik heb ook geen normale conditioner liggen hier. Echt slecht. Oké, ik heb een klein beetje water hierin gedaan. En jullie denken waarschijnlijk nu, hè, wat bedoel je? Je hebt geen conditioner liggen. Nou kijk, ik heb geen fles conditioner. Want ik gebruik dit. Ik gebruik een conditioner bar. Ik gebruik shampoo bars. Alleen komt het niet echt uit. Alhoewel, ik denk nu, als ik gewoon dit erin wrijf van tevoren. En dan gewoon mijn kleine stukjes blauw erin doe. En dan alles een beetje mix in mijn haar. Dat het dan misschien wel werkt. Ik ga eerst mijn plukjes even nat maken. Oké, ik ben terug en mijn plukjes zijn nat. En ze druppen op mijn broek. Maar het is oké. Yes, conditioner. Save me. Oh nee, mijn handen zijn echt glibberig. No! Nou, ik wil dus de blauw pakken, Brave, van Attitude Holland. Alles is gratis naar me opgestuurd. Dankjewel, Attitude Holland. Maar ik krijg hem niet open. Annie. Jessie heeft hem opengemaakt. Kleine beetjes uit de dop. Zo. Oeh, oké. Ik moet het er meteen in wrijven. Alleen nog maar meer spotty. Het is een beetje een verstopt plukje, dus het hoeft eigenlijk niet perfect te zijn. Oké, dat zijn twee redelijk egale blauwe plukjes. Intussen haal ik ook allemaal haar vanuit het staartje hierachter. Oeh, voor als jullie weer vragen, hoe komt het dat je haar nog niet is afgebroken? Hier is je antwoord. Dat is het wel. Zoek je hier naar, hè? Zoek je dit? Maakt niet uit, we hebben nog haar. Ik vibe wel met zilver haar, maar moet hij echt wel een kleurtje in doen voordat het legit afbreekt. Oké, dat dingetje dat ik aan het begin deed met de developer en de vitamine C en de baking soda. Het werkt, maar het beschadigt je haar wel. Maar het werkt. Niet op blauw natuurlijk, want niks werkt op blauw. Maar de rest is eruit. Ik vind het ook wel een vibe. Weet jullie nog toen ik zilver ging? Dat ik eigenlijk van plan was om van paars naar blauw naar paars te gaan. En dat het uiteindelijk paars-zilverpaars werd. En dat het fantastisch was. Wat als we dat gewoon proberen? Maar dan in plaats van zilver ook echt blauw. Want het paars met het zilver is echt gewoon mijn favoriete haarkleur van allemaal, denk ik. Ik ga eerst eventjes deze twee uitspoelen. En dan denk ik dat ik gewoon met blauw over alles ga. Zo. Kan ermee door. Ja, of ik doe gewoon weer een regenboog bovenop. Oef. Eén ding is zeker. En dat is donkerpaars bij mijn roots. Daar wil ik mee beginnen. Kijk, ik ga weer voor Playful. Daar is hij. Playful. Love deze kleur. Oh, waarom begon ik niet achterin? Zal ik nu een regenboog naar beneden doen en dan blauw op de rest? Ik kom er nog steeds niet uit. Ik vind net dit potje die ik ooit gemengd had. En ik heb ook nog een half potje Sensitive. En dat is gewoon een mixer. Dus ik dacht, wat als ik dit nou gewoon hierin erbij doe? En dan is het een hele lichte paarse kleur. Right? En dan dat gewoon over alles heen gooien. Ik vind het een goed idee. Yes. Pastel Galaxy vibes. Ik hoop dat ik hier genoeg verf voor heb. Oh, dit is echt een mengelmoes van blauw en paars. Wacht eens even. Want nu is er hier steeds een klein stukje dat net wat bruin wordt. Gaan we met wat extra paars erover hier. Meer paars, meer paars, meer paars. Ik ga dit er gewoon even in laten zitten. Laat de conditioner zijn werk doen. I'm back. Tijd om uit te spoelen. Ik ben heel benieuwd of het egaal gaat zijn. Ik ben een beetje bang. Oké, ik heb iets bedacht. Ik heb zojuist met mijn laatste beetje haarmasker wat paarse haarverf gemaakt. Met de helft Dramatic en de helft Playful. En ik heb er wat water bij gemikt. Gewoon om het wat vloeibaarder te maken. Hoeft hij niet eens. Dit is een lekker donker kleurtje. En dit ga ik nog hier doen. En ik ga ook die volledige plukjes doen onder mijn haar. Die met de blauwe strepen, die nog steeds blauwe strepen hebben. Deze ga ik gewoon lekker donkerpaars maken. En dan blijft de rest beschadigd, maar mooi lichtpaars. Ja, dat komt wel goed. Even mijn hand wassen. Weer van achter naar voor. Goed erin wrijven. Beetje aan de onderkant, voor de lol. Oké,
En nu weer wachten. Oké, ik ga onder de douche stappen. Om ook gewoon mijn hele haar te wassen. Want honestly, dat was ook wel tijd. En dan film ik morgen verder. Het is de volgende dag en mijn haar is gewassen en droog en paars. Al die moeite voor paars. Gewoon paars. Nou ja, niet gewoon paars. Ik heb het hier expres donkerder gemaakt aan de bovenkant dan hier in het midden. Ik vind het ook wel mooi hoe het hier licht is vergeleken met aan de onderkant en de bovenkant. En ook de voorste plukjes zijn donkerder. Dat vind ik ook een mooi effect. En het ziet er niet beschadigd uit. Dat is het wel, maar zo ziet het er niet uit. Dus ik vind het goed. Nou, valt nog mee eigenlijk. En ik vind het ook wel Halloweenig. Ook al zou ik dit echt gewoon ook op ieder ander moment van het jaar dragen. En de achterkant. Hoe is de achterkant? Dat heb ik nog niet gekeken, maar het zal wel goed zijn. Oh ja, en mijn wenkbrauwen zien er goed uit. Ik was bang dat ze paars zouden worden, maar het is gewoon wit eigenlijk. Ze vallen gewoon weg. Love it, dat was de bedoeling. Het enige wat niet de bedoeling was, is dat ik zeg maar weer puistjes zou krijgen onder mijn wenkbrauw. En dat is wel het geval. Maar mijn huid is gewoon onrustig at the moment, de laatste maand. Ja, ik heb overal uitbarstingen op mijn hoofd. Dus ja, waarom ook niet in mijn wenkbrauw, hè? Het enige waar ik nu nog zin in heb, is om gewoon een leuk, cool, misschien een beetje spooky make-up look te doen. Dus met zilver en paars. Het is weer een tijd geleden dat ik echt uitgebreid en creatieve make-up heb gedaan. En ik mis het. Ik wil gewoon eventjes lekker mijn tijd nemen voor mijn make-up. Want ik wil er even gewoon heel cool uitzien. Dus dat ga ik doen nu. Even een momentje voor mijn make-up look. Want ik vind het heel cool. Ik heb een beetje inspiratie gehaald van Microsoft op Instagram. Ik vind het zo cool. Het is spooky, maar het is ook glam. Maar dan nu voor het haar natuurlijk. Ik ben nog nooit echt volledig paars gegaan zonder een regenboogje erbij. Of zilver erin. Of iets dergelijks. Maar dit voelt heel natuurlijk. Dit voelt gewoon als, ja, het is paars. Dat is mijn haar. Alsof ik het altijd al zo gehad heb, zeg maar. Het is technisch gezien iets nieuws. Maar het voelt niet nieuw. Het voelt gewoon als gewoon goed of zo. I love it. En dit gaat ook vervagen naar zilver kleurtje. En als ik wil, kan ik gewoon, ik heb hier nog over. Dus dat kan ik er zo weer in mikken. En van die blauwe strepen zie je het nog een klein beetje. Ik denk dat ik het voorlopig even zo hou. Zeg ik nu, maar over een maand zeg ik iets heel anders waarschijnlijk. I love it. Ook koudere kleuren staan me ook gewoon beter. Dat was het dan voor deze video. De volgende video is van tevoren opgenomen. Dus mijn haar in die video is nog het oude haar. Maar ja, ik ben blij met de look. Let's go. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een duimpje omhoog. Volg me ook eventjes op mijn live kanaal Kittenlife. Ik probeer om elke woensdag en vrijdag live te gaan. Volg me ook eventjes op mijn social media en check mijn merchandise en mijn webshop. Alle links staan in de beschrijving onder deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!